De eerste vergadering van het Nationaal Jeugdparlement NJP onder de pas gekozen leiding verliep niet van een leien dakje. De nieuwbakken voorzitter Kelvin Konicki had enige moeite om de vergadering in de juiste banen te leiden en de orde te handhaven. Het doel van de openbare vergadering was het installeren van de vaste commissies voor NJP. De eerste agenda werd verworpen, waardoor het gewijzigd moest worden. Wij voeren nu terug naar deze vergadering. Ik heb het moment dat ik niet mag, ik mag toch niet meepraten in onze besluit. Ik moet gewoon, dus je moet gewoon afgaan met wat wij hebben gezegd. Dus het geachtelijk informatie. Dat klopt niet. Ik wil je dan vragen om je dan die orde reglement. Punt van informatie. Ja. Alvorens is verder gaan. Punt van informatie, voorzitter. Ik krijg niet op dit moment de gelegenheid om te praten. Voorzitter, punt van informatie. Ik wil een punt van informatie maken om mijn geachte lid te informeren. Beste lieve mensen, het is namelijk punt van zo informatie. Dat je gaat eruit gezet worden. Voorzitter, punt van informatie. Na lang aandringen kreeg de plaatsvervanger van de ondervoorzitter Senani van Trouw haar punt van informatie toegewezen. Zij deelde het lid Adaba mee dat de voorzitter na een stemming de gelegenheid heeft om een motivering te doen. Voorzitter Konicki legde daarna uit waarom een bepaald punt op de agenda die is verworpen was geplaatst. Het is namelijk zo dat we een verkiezing krijgen, mocht het zo zijn dat we meer dan 5 tot 7 leden krijgen voor een commissie. En gaan we u netjes vragen om u terug te trekken, als u wil. Doet u dat niet, dan zullen dat gebeuren volgens verkiezingen. Voordat we overstappen naar de verkiezingen, is het wel raadzaam om dan kort te motiveren aan het parlement waarom u in principe zou willen gaan voor een bepaalde commissie, waarom u voorkeur geeft aan een bepaalde commissie en wat die visie is voor deze 3 jaren. En een visie is niets anders dan waar u naartoe wilt voor degenen die dat niet weten. En de vragen die u zou ondersteunen is deze, is waarom voorkeur, hoe denk je invulling te geven aan de vaste commissie? Ik heb gehoord, ik heb geluisterd wat u heeft gezegd over het agenda punt 5. En wat ik niet snap is dat voordat u voorzitter bent geworden, we niet wisten wat uw visie is. En tot nu toe weten we niet wat uw visie is. Dus ik vind het een beetje hypocriet dat u van anderen verwacht dat ze eerst een visie geven voordat ze zich stellen om lid te zijn van een bepaalde commissie. Ik vind dat niet zo integer van u. Ik denk dat we in termen moeten praten van hypocriet. Ik zou u dan netjes vragen om uw woorden terug te nemen. Ik zou dat niet doen, omdat ik niet vind dat ik iets fout heb gezegd. We kunnen niet in termen praten hier in het parlement van hypocriet. Beste. Waarom zou dat niet zo zijn? Interruptie. Ik kan niet precies in discussie gaan met hem. En. Voorzitter. Ja, dank u wel. Maar voor dit moment schorst de voorzitter de vergadering voor het wijzigen van de agenda. Dank u wel. Zo ging het vandaag dus aan toe bij de eerste vergadering van het Nationaal Jeugdparlement. Na de verschillende interrupties en opmerkingen kon de voorzitter overgaan tot de verkiezing en installatie van de leden van de vaste commissies. Bij de afsluiting deed Konicki nog een beroep op de leden zich ordelijk te gedragen in het parlement, zodat er effectief vergaderd kan worden. De openbare vergadering is gehouden in de vergaderzaal van het Nationaal Jeugdinstituut op het CCS-complex.